Op een zolder van een woning aan de Vaartbroek in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed. Daarbij is niemand gewond geraakt. De brand ontstond tegen 6:30. Korte tijd later vlogen ook twee garages aan de nabijgelegen Vijgenstraat en Mirabelstraat in brand. De brandweer gaat uit van brandstichting. In de wijk is de politie op zoek naar een man van ongeveer 60 jaar oud met een zwarte lange jas met capuchon. Ook de politiehelikopter is ingezet bij de zoektocht. Volgens buurtbewoners zijn het huis en de garages in bezit van deze man, van wie wordt gezegd dat hij woensdag uit zijn huis zou worden gezet. De rest van de garage niet vol. Helemaal ongevoeld.